aardig en lief gewoon. En als je hulp nodig had, dan kon je gewoon naar hem toe gaan. Het is nog maar 3 maanden geleden als de stiefvader van de 12-jarige Sylvie na een heftige ziekteperiode overlijdt. Van jongs af aan groeit ze met hem op. Want hoe noem je hem? Dudu. Hoe is dat zo gekomen? Daar begon ik al mee toen ik 4 was. Hij heeft ze eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij ze leerde kennen in zijn hart gesloten alsof het zijn eigen kinderen waren. En zo ging hij ook met ze om. Gewoon een beetje als een echte vader. Als eerbetoon reikt schrijfster Lorena Veldhuizen uit Venhuizen vandaag haar nieuwe kinderboek, Het Iets, dat gaat over rouw, uit aan Sylvie. Dit boekje gaat over het iets, over een jongen die ook zoiets meemaakt. Het iets is er ook als je ouders bijvoorbeeld gaan scheiden of als je vader of je moeder overlijdt of je opa of je huisdier. Het is een reis door rouw eigenlijk, hè? En wat ik hoop is dat als je zelf niet de woorden kan vinden om erover te praten, dat het boek je woorden geeft waardoor je het een plekje kan geven. Want praten over het verlies van een dierbare is lang niet altijd makkelijk. Nee, we praten er niet veel over. Als je gaat zitten op de bank van en nu gaan we praten met elkaar, en dan klappen ze meestal dicht. Daarom gaan ze vaak iets doen, zoals wandelen of zijn favoriete gerechten koken. Door af en toe te vragen van goh, hoe zou Dudu dit gedaan hebben, of ja, Erik-Jan of papa. Dan kan je veel luchtiger een gesprek aangaan met ze. Dan komt er zomaar meer uit dan je verwacht had.